Dit is Drenthe Nu van donderdag 17 oktober met vanavond. Museum bij Kamp Westerbork sluit waarschijnlijk 2 jaar voor een verbouwing. Robots worden steeds belangrijker in de glastuinbouw van Erica. En met interactieve tentoonstelling hoopt het Drents Museum op nieuw publiek. En vandaag klom het kwik richting de 20 graden. En hoewel die temperatuur anders doet vermoeden, is het toch echt herfst. En dat is duidelijk te zien op deze foto van Norman Fink. Of dit weerbeeld de komende dagen zo blijft, dat horen we straks van Ellie. Goedenavond. 55 miljoen euro gaat het kosten. En de museumdeuren van herinneringscentrum Kamp Westerbork zullen waarschijnlijk 2 jaar dicht moeten. Dat allemaal voor de verbouwing van het herinneringscentrum. Al die miljoenen zijn nog niet binnen, maar toch worden de plannen vandaag al gepresenteerd. Ons idee is om een nieuw gebouw neer te gaan zetten, wat eigenlijk zich meer opent naar de weg. Eigenlijk veel meer connectie heeft met de buitenwereld. En dat het ook veel opener en misschien verwelkomender is voor voorbijgangers. Sinds 2016 wordt gepraat over de verbouwplannen van herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het huidige gebouw is ernstig verouderd. Maar de plannen gaan over meer dan alleen het museumgebouw bij de entree. Hier, bij de Gedenklaan bijvoorbeeld, hier wordt gesproken over het terugbrengen van het voormalige spoortracé. Concreet gaat er een route komen van liggende, geabstraheerde bielzen. He, want die bielzen deed nu statie, maar we gaan ze weer liggend maken met teksten erop. Daarnaast komen er palen te staan. In die palen representeert het eigenlijk een grafische weergave van de deportaties. Dus daar komen staan palen die in hoogte verschillen en die in het tempo waarin ze geplaatst zijn. Soms gingen er heel veel treinen vlak na elkaar, dus dan zullen ze dicht naast elkaar staan. En wat het allerbelangrijkste is, op die palen komen alle namen te staan van de mensen die zijn gedeporteerd. En wat dacht je van de commandantswoning van voormalig kampcommandant Gemmeker? Ook daar wierp de architect een nieuwe blik op. We gaan aan de buitenkant een kaart, een spoorwegkaart van Europa, met alle belangrijke plaatsen erop van waar de treinen van hier vertrokken naar het oosten, dus Auschwitz, Sobibor, etc. Aan de zijkant gaan ze zien wat alle periodes zijn geweest dat dit kamp in functie is geweest, van 1939 tot, bij wijze van spreken, nu. En als je naar binnen gaat, dan krijgen bezoekers hier een aankomst, een film te zien, waarin ze een introductie krijgen. Is dit eigenlijk straks een soort tweede entree? Het is eigenlijk een soort tweede entree, zodat je ook mensen die toevallig langskomen ook nog een keer kan bedienen. En ook als wij het nieuwe museum gaan bouwen, moeten we natuurlijk het oude museum tijdelijk dicht doen. Dus dat betekent gewoon dat je een andere plek nodig hebt. Maar hier wordt straks mee begonnen, het kampterrein. Dat moet een betere indruk geven van hoe het was. Het was hier heel vol gebouwd. Er stonden 110 grote barakken. Dat je die weer terug gaat zien voor een groot deel in velden. Dus velden met grassen, kruiden, planten, bloemen zelfs. En eigenlijk gaan we maaien om de contouren van die barakken heen. Dus je krijgt die barakken te zien. En wanneer het klaar moet zijn? 6 jaar is onze optimistische schatting. Maar optimist moet je zijn. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 40-jarige man uit Hoogeveen van de moord op zijn 35-jarige ex. De vrouw werd vorige week donderdagavond levenloos gevonden in een kantoorpand aan de Lauwers in Assen, waar ze als schoonmaakster werkte. De man werd de avond van de moord zwaargewond gevonden. Hij werd later in het ziekenhuis aangehouden als verdachte in de zaak en zit momenteel in voorarrest. De man wordt er ook van verdacht dat hij de vrouw onder bedreiging seksuele handelingen heeft laten verrichten. De vrouw deed daar toen aangifte van. Een 50-jarige man uit de gemeente Hoogeveen is vanochtend om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde in het Groningse Scharmer. Bij werkzaamheden aan de weg werd de man aangereden door een vrachtwagen. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het incident. In het asielzoekerscentrum langs de Schepersmaat in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Zo'n 30 mensen moesten tijdelijk het gebouw verlaten. Voor zover